Welkom bij het meditatieve moment in de 40 dagen tijd met de titel Want ik had honger. Dit meditatieve moment bestaat uit gesproken woord met beelden ter illustratie en het eindigt met orgelmuziek gespeeld door Wiebe Kooijmans in de Grote Kerk in Naarden waar deze opname is gemaakt. Dit is het eerste meditatieve moment in een serie van 7 over de 7 werken van barmhartigheid. Ze worden genoemd in Matteüs 25, vers 35 en 36. Ik werd op het idee van deze serie gebracht door de 40 dagen kalender van de Protestantse Kerk in Nederland. In dit eerste meditatieve moment gaat dat over de hongerigen te eten geven. Want ik had honger en jullie hebben mij te eten gegeven. Door de eeuwen heen hebben christenen zich erop toegelegd om hongerigen te voeden. Kerkelijke armenzorg bestond soms letterlijk uit het uitdelen van brood, soep en andere levensmiddelen. De broodbank in de Sint-Bavo in Haarlem herinnert nog aan die praktijk. Tot 1918 hingen in de Grote of Laurenskerk 7 panelen met de 7 werken van barmhartigheid, geschilderd door de meester van Alkmaar. Zo wordt hij genoemd. Zijn naam weten we niet. Het is een werk uit 1504. Het is nu te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam. Terwijl een dienstmeisje met de lange witte schort de mand met brood vasthoudt, deelt een man, is het de heer des huizes, het brood uit aan de armen. Zo te zien let hij er niet op bij wie het brood terechtkomt. Dat is een toepassing van het woord van Jezus. Laat de linkerhand niet weten wat de rechterhand doet. De man geeft juist een brood aan de man in de rode gescheurde mantel, met een kind op zijn schouders. Hij heeft de ogen gesloten. Hij is blind. Aan de andere hand wordt hij zachtjes geleid door zijn vrouw, die met haar rechterhand een brood reikt aan het kind op de grond. De meester van Alkmaar laat ons zien dat ook mensen in hun ellende elkaar goed kunnen doen. Op de voorgrond zien we een man die niet kan lopen. Hij beweegt zich voort op een karretje. Dat karretje zelf zien we niet, maar de schaduw onder zijn benen suggereert dat de man zich iets boven de grond bevindt. Met de houten driepoot zet hij zich af. Te midden van de behoeftigen staat Jezus zelf. Onopvallend. Midden onder u staat hij die gij niet kent. Toen ik dit meditatieve woord voorbereidde, kwam de volgende nieuwsflits voorbij op de site van de NOS. Het Rode Kruis maakt zich zorgen om de snel stijgende wereldwijde voedselnood. 690 miljoen mensen hebben een ernstig tekort aan voedsel door een combinatie van natuur- en klimaatrampen, conflicten en de coronacrisis. De hulporganisatie heeft daarom Giro 5125 geopend om geld in te zamelen. Ook in eigen land komen honger en armoede voor. Letterlijk krijgen de hongerigen te eten via de gaarkeukens van de zusters van Moeder Teresa in Amsterdam en Rotterdam of via het Leger des Heils, via voedselbanken of maaltijdprojecten in inloophuizen.
En zelfs in coronatijd worden daar mensen geholpen. Op dit moment is er een stijging in het aantal werkloos geworden en dus dakloze arbeidsmigranten. Hulp wordt geboden uit humanitair oogpunt, maar ook uit een christelijk motief. Dat alle werken gedaan aan de mensen een daad is ter wille van God. En dat in de minsten Christus ontmoet kan worden. Bij Jezus is, met name in het Lucas-evangelie, maaltijd en eten verbonden met de gemeenschap en de bereidheid om te delen. Jaap Zijlstra dichtte: of ik mijzelf heb uitgedeeld, dat is de vraag. En daar wil ik omheen. Ik zing zo graag: welk een vriend is onze Jezus. Maar zijn vrienden, zijn dat ook mijn vrienden? Ik zit lelijk in de maag met zijn maaltijd. Want die lammen en die blinden, zijn die aan mijn maaltijd wel te vinden? Hij geeft mij brood en wijn, stelt liefdevol de vraag of ik er ook voor hem wil zijn, voor hen. Het rommelt in mijn maag. Tot zover Jaap Zijlstra. Geven jullie hen maar te eten, zegt Jezus, bij het delen van broden en vissen. Van ons worden geen wonderen verwacht. Delen van wat we hebben is genoeg. En zuinig omspringen met voedsel, omdat het voedsel is. Tot slot nog even terug naar die afbeelding van de meester van Alkmaar. Daarbij stel ik wat vragen ter overweging. Waar staat u op die afbeelding? Waar sta ik? Delen u en ik met de armen van wat wij bieden kunnen? Materieel of geestelijk? Of horen we op bepaalde momenten of in een bepaald opzicht zelf bij de armen? Hebben we dan de moed om onze lege handen te laten zien? Op te houden en te vragen om brood of wat er dan ook maar nodig is. Dank u wel.